Goedemorgen, vandaag dag 2 in Den Haag. We hebben heerlijk geslapen. Ik moet zeggen dat... ik moet even iets bij het licht gaan staan. Zo. Ik moet zeggen dat... ik heb wel lekker geslapen, Sven ook. Maar je blijft toch nog een soort van... Ja, nog niet helemaal doorhebben dat je zonder kindje slaapt. Dus zeg maar dat je nog niet helemaal eraan gewend bent. Dat je niet hoeft op te letten. Dus ik kan nog steeds wel dat ik af en toe wakker werd en zo. Ik denk dat dat pas weg gaat als je weer een paar dagen weg bent. Tenminste, dat is onze ervaring. Maar goed, desalniettemin hebben we heerlijk geslapen. Ik wilde eigenlijk niet mijn haar wassen. Maar het was zo'n lekkere douche. En ik dacht, ja, anders moet ik het morgenochtend in alle haast gaan doen. Morgens maandag. Dus ik dacht, nee, ik ga dat niet doen. Ik ga het gewoon lekker nu doen. Dus ik heb nu mijn haar gewassen. En we gaan nu even ontbijten. Sven die zat even op het balkon. Even kijken hoe de sfeer hier is. Goedemorgen deze morgen. En we zijn even naar het uitzicht aan het kijken. Je hoort hier bronzen herten. Hoe heet dat? Bronzige herten? Nou, in ieder geval beestjes. die hoor je hier. En het valt me op dat je de trein eigenlijk helemaal niet hoort. Ik zal nog in de badkamer lopen. Misschien moet ik daar beter liggen. Nou, goed. In ieder geval vandaag gaan we even lekker naar het strand. Ik heb gisteren nog een... ik had een hele leuke jas gezien bij de Primark. Maar die was er niet meer in mijn maat. En ik had gisteren op het laatste moment, zeg maar, bij de kassa zag ik nog een leuke trui. Maar toen ik hem aan had in het hotel, zeg maar, vond ik het toch niet leuk. Dus die brachten we terug. En je gaat het niet geloven, maar zeg maar op je hebt dan zo'n ruilen retourneren balie. En dat is de mannenafdeling. En ineens hing daar gewoon random ineens die jas in maat 36. Jee! Dus, die heb ik nu. Ik moet hem straks nog even goed aantrekken, maar volgens mij is die top. En een lange groene jas. En ja, dat was mijn cadeaugeld. En verder ja, gaan we dus een beetje ontbijten nu. En dan zien we wel. Ontbijtje. Ik heb een groene thee. Twee broodjes. Ik ga het helemaal los hoor bij een hotel ontbijt. Ik heb wel een Haagse stukje kaas. Smeerkaas en pindakaas. Jazeker mensen. Gemixt. Fantastisch. En roerei met wat bacon en... wat heet die ding? Champignons. Okay. Nee, champignons. Ik was er al wel bij. We zitten hier op een hoekje. Uitzicht. Sven zit altijd op de plek met uitzicht. Dat vindt hij mooi. Ik kijk even naar Sven. Wat? Nee, niks. Ik zei het heel liefs. Dan heb ik nog wat yoghurt of kwark. Ik heb geen idee wat het is. Dat zit hieronder, maar ik heb het dan een beetje bovenop gedaan. Met fruit en amandelen en een soort pitjes en krusli en musli. Ik dacht, ik ga ervoor. En kandijkoek. Oldschool kandijkoek. Oldschool kandijkoek. En Sven die gaat nu voor de tweede ronde. Oh, hij zet het scherm. Nou ja, goed. We zijn op het strand. En daar is het reuzenrad. Pier van Scheveningen. We zijn inmiddels uitgecheckt. Zo is beter. We zijn inmiddels uitgecheckt. En we hebben wel de bagage daar nog laten staan. Toch maar even zo. Een beetje naar Sven toe. En we zijn nu op het strand. We gaan even lekker strandwandeling maken. We zijn niet de enige met dit idee. Kijk. Best wel druk. Nou, misschien lijkt het zo wel mee te vallen. Maar er zijn best wel veel mensen. Maar goed, maakt het verder niet uit. En we lopen lekker door het strand. Door het strand. Door het zand. Op het strand. En dan gaan we straks nog even ergens lekker lunchen. Zwemmen we nog even graag naar de Bershka. Ik heb nog een bon van H&M. Dus misschien dat we daar ook nog even heen gaan. En dan gaan we lekker naar Niels. Niels had heel slecht geslapen vannacht. Heel veel last van zijn tandjes. Dus... ja, dat is wel een beetje vervelend voor mijn schoonouders, maar ja, die vinden het natuurlijk niet zo erg. En wij vonden het in die zin wel weer relaxed dat we daar niet bij waren. Kijk, Sven op de achtergrond, zie je Sven? Ja, daar is hij. Daar is hij, hou hem in de gaten. Maar goed, ik hoop dat hij nu weer minder pijn heeft. Ik heb gezegd waar de spulletjes staan die er tegen kunnen helpen. Dus ik hoop dat hij nu minder pijn heeft. Hij stuurde een hele schattige, vrolijke foto, dus volgens mij gaat het wel goed. Gelukkig maar. Hoi Sven. Het is zo lekker weer. Echt strak blauw zon. Ah,
heerlijk aan het strand zijn. Even een theetje aan doen. Ik wil eigenlijk warme chocomel, maar de strandtent gaat morgen dicht. Dus die hebben niet veel meer. Maar goed, thee wil doen. Ja, heerlijk. Nou, omdat we zo gek zijn op Fappiano, dachten we gaan er ook maar gewoon weer lunchen. Maakt het ons uit. Dus we hebben net een heerlijke pasta en pizza gegeten. Tenminste, niet allebei. Sven had een pizza en ik had een pasta. Nam, 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 nam. En dan gaan we nu nog eventjes de stad in. Het zand is heerlijk. Het is gewoon lekker weer. Het ziet er een beetje gek uit in dit licht, maar mag ik het niet drukken. Ja, dus we gaan nog heel eventjes shoppen en dan denk ik richting onze kleine man. Zo, wij zijn weer thuis. Net even lekker met Niels geknuffeld. Alleen hij is heel verkouden en de hoesten doet heel zeer, dus het is heel zielig. Dus ik vrees dat we weer een pittige nacht aan zitten komen. Maar het was echt een heerlijk weekendje. We hadden echt fantastisch weer en we hebben gewoon heerlijk geslenterd. Oh, je hoort Niels ook, hij is een beetje moe. Geslenterd en gedaan. En opa en oma zijn hier nu nog, de ouders van Sven. Mitchell was ook heel blij om ons weer te zien. De ouders van Sven zijn hier nog, dus daar eten we nog even mee. Dus ik dacht, ik ga de vlog alvast afsluiten. Onder luid gehuil van Niels. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Even, kijk, we zijn even bij Paleis Noordeinde. Maar er staan daar allemaal tuk-tukjes. Tuk-tuk is stuk. Tuk-tuk is stuk. En hier staat...